Patrick Lammers, ik denk dat ik jou niet aan niemand meer hoef voor te stellen. Ik ben hier al vaker geweest en je gaat er lang mee, maar we komen zo nog op je terug. Maar jullie dan, Herman en Noelle. Ja, klopt. Noelle toch, hè? Zeker, ja. Ja, ik heb jullie ook nog maar één keer eerder gesproken in Leven en Lijven. Klopt. Maar wie zijn jullie? Nou, ik ben Herman van Doorn. En sinds goede 7 jaar hebben we een scooterwinkel. En scooters, elektrische scooters. Benzinescooters doen we niet, puur alleen elektrisch. We verhuren ook vanuit de CG-straat en verkoop doen we ook, alleen ja, vanuit een garagebox, want daar zit ik dan in de CG-straat, ja, is die verkoop natuurlijk best wel lastig. Dus vandaar ben ik op zoek gegaan en kwam bij Patrick terecht. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Om samen te gaan werken. Om samen te gaan werken, klopt. Ja, jij met de dochter Noelle, hè, toch? Ja. En jullie werken samen, jij helpt mee met... Autospannen, ja, ik doe een beetje de communicatie, dus eigenlijk de website, social media. De banners bijvoorbeeld maak ik, flyers, posters, dus ik ben meer van die kant, zeg maar. Ja. Maar jullie doen dus ook verkopen, dat had ik inderdaad dan niet zo op mijn netvlies. Nee, ik zag het pas vorige week, dus een scooter die hier achter staat. Ja, de scootmobiel, dus wij doen ook in scootmobiels en ook gewoon in woonscooters. En de woonscooters die kunnen 25 of 45 kilometer, dat is natuurlijk maar net wat je wil. Wat je nu wel ziet met die helmplicht voor 25, is dat mensen dan toch snel voor 45 kiezen. Maar dat kan gewoon. Ja, ja, is allemaal mogelijk. Is allemaal mogelijk. En we zijn dan dealer van 3 merken. Dus. Maar nu zijn we dus in de Gerritpassage. En Patrick, ik ben hier al meerdere keren geweest. Maar hoe lang zit je hier nu inmiddels? Een jaar? Bijna, december, dan wordt het 1 jaar dat ik hier zit. Ja, want eerst had je winkelcentrum Duindale. Nou ja, je hebt een beetje je werk gezocht. En die zoek je misschien nog steeds wel een beetje. Je had een tijdje uit je dameskleding. Maar nu ben je echt wel gaan focussen ook op geschenken, op bedrukken van kleding. Dit soort dingen. Nou, en nu scooters erbij en scooter verhuren. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe gaan jullie die samenwerking doen? Nou, het is eigenlijk gewoon een klein brugje wat er is geslagen. Dus hij vroeg van, ik zou best wat etalageruimte kunnen gebruiken. Nou ja, uiteindelijk zijn we dan gaan praten van wat zijn de mogelijkheden qua eventueel huur of wat ook, of bij verkoop. En toen leek het mij wel interessant ook om een brugje ook kloppend te maken dat als hier een toerist eventueel een scooter komt huren, hè, en dat je dan daarna weer bijverkoop hebt van, het zijn gepersonaliseerde dingen, maar ook gewoon toeristen spulletjes wat ze kunnen kopen. En dan klopt het ook. Hè. Ja, precies. Dat, ja. Nou, eerste toertje door Zeeland en dan een shirtje Love Zeeland. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar daar kan je heel veel kanten mee op. Ja. Mensen rondje Walcheren doen en ik kan iets bedrukken op kleding of op een mok of wat het ook is. Ja, dat is wel heel erg leuk. En dan heb je weer een win-situatie. Maar ik zie bijvoorbeeld ook al dat ik had eigenlijk ook nog zo op mijn netvlies dat jullie ook helmen en accessoires. En hier staan ook bijvoorbeeld dingen om je telefoon in te hangen, dat soort zaken. Is dit daar ook nog mogelijkheden voor jou om dat bijvoorbeeld een sticker op een helm of iets dergelijks? Bijvoorbeeld, ik print inderdaad ook stickers, dus je kan ook gewoon op dingen personaliseren, afhankelijk of de top goed genoeg is om het op te kunnen bedrukken natuurlijk. Maar dat is eigenlijk allemaal mogelijk ook. Ja, maar hoe gaat het? Jullie zijn er vrij snel tot samenwerking gekomen. Jullie hebben hier nu dus ook al een paar scooters staan. Maar hoe gaat dat nu voortaan in zijn werk? Want jij hebt ook een achteruitgang. Als je dan straks gaat verhuren, komen mensen dan aan de achterzijde? Of loopt dat allemaal via de winkel? Of? Nee, het is wel het idee inderdaad. Van achter heb je een keuken en nog een aardig magazijn. Dus we zijn nu de boel aan het omgooien. Dat ik dus eigenlijk in principe gewoon een werkplek heb. En dat Herman ook zijn werkplaats kan krijgen. En dat de verhuur dan ook gewoon van de achterkant kan plaatsvinden. Dat je niet continu hier door je winkel moet gaan met scooters of eventueel straks ook. Nee, precies. Het wordt allemaal wel een beetje... Ja, maar maak ik hier dan ook goed uit op dat gewoon eigenlijk alles zich hier gaat concentreren. Dus er is straks in de Segeerstraat is er geen winkel meer? Of in de toekomst is in de Segeerstraat in principe alles weg. Ja, maar precies, dan vanuit hier. Maar dat is ook waar jullie wonen, toch? Precies. Ja, dus dat was de combinatie zoals die was. Ja. Nou, dat is een leuke nieuwe samenwerking. Ja, toch? En het was ook een beetje volgens mij de gedachte van de nieuwe eigenaar van de Gerritpassage om wat meer van die samenwerkingen te doen in de panden. Dus dat is superleuk. Zijn er ook weer nieuwe mensen, hè? Dat is ook een beetje waarom ik het dan heb gedaan. Ja. Want nu zie je ook gewoon iets heel anders staan, waardoor je dus ook een nieuw publiek naar binnen trekt.
Ja, dan dat... krijg je ook weer meer leven in de passage zelf. En ik zit ook te denken, want zoveel gek veel scooterzaken hebben we niet in Middelburg. Toch? Ik weet dat er een op Arnhemstein zit. Arnhemstein zit er eentje en dan heb je wel verder gehad volgens mij. Ja, want er zat er vroeger eentje vlakbij in Lammers. Hij zo zeg ik dat dan ook. Ja, maar, die is, mijn, die... maar die is verhuisd naar Arnhemstein. Ja, oh, dat is die. Zelf, ja. Oh, dat is die. Ja, ja, nou, ja. Dan, ja en de meeste fietsenwinkels... Die doen geen scooters. Nee. De andere tak van sport. Nou ja, dan is er nog een, zijn er werelden te winnen, denk ik. Ja, zijn er nog dingen die mensen moeten weten? Nou goed, bedrijven kunnen natuurlijk ook een elektrische scooter aanschaffen. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, om de medicijnen rond te brengen. Dat doen ze nu met een auto in de binnenstad. Is niet zo milieuvriendelijk. En ja, die kan ook weer bestickerd worden. Met de reclame erop. Dus dat kan van een makelaar tot een huisarts tot een apotheek. Noem maar op. Maar jullie hebben ook een website, neem ik aan, waar het allemaal op staat. Zal ik dat er keurig bij zetten. Daar kan jong en oud kan even naar kijken. Kan kijken. En, ik maak ook nog even beelden van de zaak zelf, want die is ook helemaal veranderd. Of niet, ja, Patrick? Ja, ja, klopt. Heb jij nog dingen toe te voegen? Nee, nou ja, goed. In ieder geval ook misschien een klein oproepje. Zeker als je praat over bedrijven. Hè. Steeds meer bedrijven gaan we ook vinden. Maar ja, ik vind het ook wel super dat er dus nu die samenwerking aangaat. Dat je daar ook een groter bereik krijgt. En dus je misschien ook bedrijfskleding kan bedrukken, wat ik dus ook gewoon doe en aanbied. Ja, daar hebben we het wat jaren over gehad, bijvoorbeeld de Nacht van de Nacht. Hè, er waren best wel wat zaken die ze shirtjes wilden, maar het was natuurlijk al, het was op de valreep. Dus volgend jaar gaan we dat gewoon anders doen. Ja, een beetje bedrijf moet maken volgend jaar. Komt helemaal goed. En dank jullie wel voor de toelichting en veel succes met de samenwerking. Ja, dank je wel.